Een ononderbroken verlangen, een eindeloos verlangen. De heimwee van de mensen voor het huis, ook wel de Kaaba, neemt toe en naar het Zemzemwater dat het doorslest. Het is uit de genade van Allah de Almachtige dat hij de verbinding tussen zijn dienaren en zijn huis laat voortduren. En van Omra tot Omra geldt als vergiffenis voor wat ertussen is geweest. De geaccepteerde hajj heeft geen andere beloning dan het paradijs. De Omra bestaat uit de ihram, de rondgang om de Kaaba, ook wel de tawaf genoemd, de sa'i en het scheren van het hoofd of het kortknippen van het hoofdhaar. En de wijze van de Omra is als volgt. Men treedt in de ihram bij de miqat en ontdoet zich van zijn kleren en parfumeert zichzelf. De man moet een boven- en een onderstuk dragen. Het geniet de voorkeur als deze wit zijn. De vrouw draagt wat ze wil van de toegestaande kleding, niet versierd met versieringen. Ze draagt geen niqab en geen handschoenen. Ze bedekt haar gezicht voor mannen door haar sluier voor haar gezicht neer te houden. Dan neemt men de intentie voor de Omra en doet dit na het verplichte gebed als het daarvoor de aangebroken tijd is. Anders na de sunnah van de wudu. En de pelgrim dient verboden handelingen van de ihram te vermijden. Denk hierbij aan geslachtsgemeenschap, het parfumeren, het knippen van het haar, het jagen, het verloven en het voltrekken van huwelijkscontracten voor zowel mannen als vrouwen. Voor de man specifiek het hoofd bedekken, shirts, broeken of sokken dragen enzovoort. En het is van de sunnah om de telbi'a op te zeggen. Labbaik Allahumma umra en labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Dit doe je tot je Mekka hebt bereikt. En dan stop je hiermee en ga je rondlopen om de Kaaba. Bij het bereiken van de grote moskee treedt men naar binnen met de rechtervoet, zeggende: Allahumma ghafirli dhunubi, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan begin je aan de rondgang om de Kaaba in staat van reinheid, ook wel de wudu. Je begint bij de zwarte steen en kust deze of raakt hem aan als dat kan. En als dat niet kan, dan wijst men ernaar en zegt Bismillah en vervolgens Allahu Akbar. Vervolgens houd je de Kaaba aan je linkerkant en loop je 7 keer om de Kaaba heen en eindigt bij de zwarte steen. En het is van de sunnah voor een man om zijn rechterschouder te ontbloten tijdens zijn hele rondgang om de Kaaba, net zoals het van de sunnah is om de eerste 3 ronden een snelle looppas te doen. Een snelle looppas waarbij de voetstappen kort en snel op elkaar aansluiten. En telkens als je de zwarte steen bereikt, zeg je Allahu Akbar. En wanneer je je tussen de jemenitische hoek en de zwarte steen bevindt, zeg je Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. En in de rest van de rondgang om de Kaaba ben je vrij om te lezen van de Koran of willekeurige smeekbeden te verrichten zonder elke ronde te specificeren met een specifieke gedenking. En als je klaar bent met de tawaf, dien je je schouder weer te bedekken en bid je 2 rakaat achter de Maqam Ibrahim als dit gemakkelijk voor je is. Zo niet, dan op een andere willekeurige plek in de moskee. Daarin lees je in de eerste rakaat Suratul Kafirun en in de tweede Suratul A'ala. Vervolgens wend je je richting as-sa'i tussen de safa en al-Marwa. En als je de safa benadert, dan zeg je Inna as-safa wal-marwata min sha'airillahi. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Na dit gezegd te hebben zeg je أبدأ بما بدأ الله به. En dit zeg je eenmalig alleen in het begin. Ga vervolgens op de heuvel van de Safa staan, richt je tot de Qibla en zeg terwijl je je handen omhoog houdt Alhamdulillah. Dit zeg je 1 keer. En vervolgens zeg je Allahu Akbar. Dit zeg je 3 keer. Daarna zeg je 3 keer het volgende. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallahu wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazama al-ahsaba wahdah. Tussen de keren dat je dit uitspreekt, kan men een smeekbede naar eigen keuze verrichten. Dus na de eerste keer doe je een smeekbede en na de tweede keer doe je weer een smeekbede. Na de derde keer doe je dit niet. Ga naar beneden en loop vervolgens 7 keer tussen de Safa en al-Marwa. De man dient te sprinten waar met groen is aangegeven. En als hij het groene gedeelte passeert, loopt hij verder zoals gewoonlijk. En wanneer je al-Marwa bereikt, ga dan boven de heuvel staan, richt je tot de Qibla en doe hetzelfde als je deed op de safa. Dan daal je af van al-Marwa en loop je naar de safa. Doe zoals je deed tussen al-Safa en al-Marwa en dit doe je 7 keer. Van al-Safa naar al-Marwa telt als 1 ronde en van al-Marwa naar al-Safa telt als 1 ronde. Dan scheer je je hoofd kaal of knip je het haar kort. En kaal scheren is beter. En de vrouwen verkorten alle haarpunten tot een centimeter. Na deze laatste handeling is de Omra voltooid en is hiermee de ihram ontbonden.